Alex Pastoor, hoeveel waarde moeten we hechten aan deze 3-1 zegen op trainingskamp tegen NEC? Ja, dat moet je voor jezelf beslissen. Waar we vooral naar kijken is hoe we de dingen gedaan hebben zoals we dat willen. En of daar weer een nieuwe ontwikkeling in zit. Dat hebben we gezien, dus dat was prima. Fysiek was het prima voor elkaar. En als je dan toch over de uitslag hebt, ik denk dat als je kijkt naar het aantal kansen. Zij schiet in de tweede helft twee keer op de paal. En dat was het dan ongeveer. En wij hebben toch heel wat kansen bij elkaar gevoetbald. En we hebben een overwinning geboekt. En dat bespraken we al. Dat was nou precies hetgene wat we tot nu toe onvoldoende hebben gedaan. Het resultaat koppelen aan de manier van voetballen. Nou, dat hebben we gedaan. Dus inhoudelijk over het algemeen tevreden en over de uitslag ook. De eerste helft liep iets soepeler dan de tweede helft. In de tweede helft onder meer die twee ballen op de paal. Daar speelde je met de sterkste elf. Heeft dat ermee te maken dat je de tweede helft wisselt? Zei trouwens ook maar dat het daar wat meer in evenwicht was? Nou ja, nee. Ze hebben in de eerste helft ook één gevaarlijke voorzet gehad. Maar het aantal kansen dat we ook in de tweede helft gecreëerd hebben, dat was best groot, vond ik. En dat was minimaal zo groot als in de eerste helft. Ik vond wel dat door wat gebrek aan diepte het in de tweede helft wat stroever liep dan in de eerste helft. Nou ja, je moet ook zo zien dat in de eerste helft speelden jongens die er ook even in moesten komen. Want ik vond het in de tweede helft van de eerste helft vond ik het een stuk beter. Dat was echt vertrouwenwekkend. Wat vond je van je debutant, Jannes Saxelaar, Finn? Ik kan beter jou vragen. Hij bevestigt aan ons wat we wisten en wat we ervan mochten verwachten. Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat een welkome aanvulling is. De eerste helft speelde je dus met je basisteam. Is dat wel een beetje het basisteam dat je voor ogen hebt? Of zeg je ja, de eerste dag, daar moet je nog weinig waarde aan hechten. Er zijn nog veel jongens die aan de deur kloppen. Ik heb letterlijk tegen de groep gezegd dat we dit als uitgangspunt genomen hebben. En voor degene die de eerste helft starten, die moeten ervoor zorgen dat ze zo goed leveren dat ze de tweede elf of de derde elf voorblijven. En die tweede elf moeten zorgen dat ze de eerste helft inhalen. Eerste elf. Hoe moeilijk is dat voor sommigen? Want bijvoorbeeld Bronjo, de clubtopscorer, staat er niet bij. Vriends die toch veel gespeeld heeft van Morsel, die weliswaar terugkomt van een blessure. Maar toch in zijn op die denk ik ook basisspeler wil zijn. Nou, je moet elke dag leveren, dat is een voorwaarde. Je moet kwaliteit leveren in alle dingen die we doen. En met name op de wedstrijddag is het belangrijkste afrekenmoment. Maar als je beter wil worden, moet je elke dag moet je leveren. En dat is helemaal niet moeilijk, want het is een schitterend vak. En we hebben iedereen spijkerhard nodig. Het is nou helemaal zo dat als jij er niet klaar voor bent en er wordt een beroep op je gedaan en je levert niet, ja, dan zegt iedereen, ja, zie je wel dat hij jou niet opstelt. Nou, wat dat betreft zitten we goed in onze keuzes, want ik denk dat we veel goede spelers hebben.